Deze video wordt mede mogelijk gemaakt door IM Weather, de weertool voor de echte weerliefhebber. Ontdek het op iamweather.com. Goedendag. De zomervakantie is inmiddels op veel plaatsen van start gegaan. En dan hopen veel mensen natuurlijk ook op droog en stabiel zomerweer. Maar dat hebben we tot nu toe nog niet echt gezien. Juni lag al qua gemiddelde temperatuur onnormaal en verliep erg nat. En ook juli. Gaat al aardig op weg om een natte maand te worden. Zeker na deze vrijdag, want er viel regionaal heel veel regenwater. Lokaal meer dan 50 mm, terwijl de normale maandsom zo'n 70 mm regen is. Maar goed, gaat dat nog verbeteren de komende weken? Daar gaan we in deze 30-daagse verwachting verder op in. Eerst even de weersituatie van dit moment. Daarin zien we dat lage druk zich nestelt boven delen van Centraal-Europa en het westen van Europa. En dus ook bij ons, We bij ons dus in het weekend een westelijke aanvoer. En eigenlijk zien we dat er de komende tijd grootschalig weinig verandert. Hoge druk bevindt zich meer in het zuidoosten van Europa. Lage druk bevindt zich toch vaker bij ons. Met dus die aanvoer van storingen. Maar tussendoor zijn er wel wat vaker ook ruggen van hoge druk. Waarmee er tussendoor ook wat droge dagen zijn met wat hogere temperaturen. Maar voor echt zomerweer, daar zul je in het zuidoosten van Europa moeten zijn. Daar gaan de temperaturen vaak omhoog tot boven de 30 graden en regionaal zelfs naar de 40 graden. Daar dus echt die hitte bij ons met een westelijke aanvoer veel gematigder. Nou, op de luchtdrukafwijking zien we het ook goed terug, wij dus op dat grensvlak van die hoge en lage luchtdruk met dus die westelijke aanvoer. Af en toe klapt die daar zuidwest, waardoor er dan toch iets warmere lucht mee kan komen. Onder andere op maandag gaat dat al gebeuren, maar dat is dan vaak maar tijdelijk van aard. Dan komen die buien er weer in en dan hebben we de dagen daarna weer met iets lagere temperaturen te maken. Dat zien we dan ook goed terug hier op die temperatuurafwijking. Die hitte bevindt zich stevig in het zuidoosten van Europa. Ook delen van Italië doen daar goed aan mee. Bij onze temperaturen rond normaal, misschien iets onder normaal. Dat betekent vaak nog wel dat we boven de 20 graden zitten. Maar die 25 tot 30 graden, dat is toch echt wel een uitzondering. Qua de neerslag. Zitten we in die week van 15 tot 22 juli ook rond de normaal. Misschien iets droger dan gemiddeld. Zeker later in de week denk ik dat het, dat het geval is. Dan krijgen we wat vaker drogere dagen. En met temperaturen van zo'n 22 of 23 graden is het dan best wel aangenaam. Kijken we een weekje verder dan zien we in ieder geval dat er weinig afwijking is op de kaart. Wat blauwe kleuren bij ons nauwelijks afwijking ten opzichte van normaal. Maar we zien wel in een neerslag dat er een positievere trend is. In ieder geval als je een beetje klaar bent met de regen. Want we zien signalen voor een wat droger weertype in die week van 22 tot 29 juli. Het signaal is niet overtuigend. Maar we hebben de afgelopen weken echt wel vaak hele natte kaarten gezien. En dat zie ik hier nu nog niet terug. Dus dat betekent dat we waarschijnlijk in die week ook wel vaker wat droge dagen kunnen verwachten. Qua de temperatuur verwacht ik geen uitschieters naar boven. Tropische temperaturen zitten ook dan nog niet in de verwachting. Daarvoor moet je echt naar Spanje toe. Of opnieuw delen van het zuidoosten van Europa. Maar in Centraal-Europa liggen die temperaturen toch vaak rond of ietsje onder normaal. In de pluim zien we ook goed terug dat we iets van een hittegolf of iets dergelijks de komende tijd niet hoeven te verwachten. Dit weekend juist temperaturen wat onder normaal. Zondag komen we wel weer boven de 20 graden uit. En maandag dus tijdelijk die opstoot van warmte. Dan wordt het zo'n 25 graden gemiddeld. Maar de dagen daarna zitten we vaak boven die 20 graden. Soms pieken we richting 25 maar 30 graden. Er zijn eigenlijk nauwelijks oplossingen die daarmee komen. Gaan we nog even een weekje verder. Dan zitten we inmiddels al in begin augustus. Op de luchtdrukafwijking zien we eigenlijk nauwelijks een afwijking. Hier een heel klein vlekje roze. Wat duidt op iets meer hoge druk dan gemiddeld. Maar voor een stabiele zomerse periode moeten we echt die roze kleuren in de kaarten zien. die zich eigenlijk uitstrekken boven grote delen van Centraal-Europa. En dat zit er ook in die week niet in. En de week daarna verandert er eigenlijk ook weinig. 5 tot en met 12 augustus. Het is natuurlijk nog ver weg. Maar duidelijke signalen voor een stabiel en droog weertype. dat zit ook in die week niet in de verwachting. Koud wordt het niet. Temperaturen vaak wel boven die 20 graden. Maar ik kan me voorstellen, als jij toch aan de zee een vakantie hebt geboekt, dat je toch vaker liever die 25 graden zou willen zien. Daarvoor zou je echt op vakantie moeten naar het zuidoosten van Europa of Spanje. Want daar zit de zomer echt stevig in het zadel. Wat bij ons dus niet het geval is. Hoe hardnekkig die warmte daar is, zo hardnekkig is eigenlijk dat lichtwisselvallige en koelere weertype bij ons. Of in ieder geval koel cool in vergelijking met die regio's daar. Samengevat, voorlopig is er geen warm zomerweer in aantocht. Dat is in ieder geval wel duidelijk. Temperaturen tussen 25 en 30 graden zijn heel erg onwaarschijnlijk. Regelmatig zijn er buien, maar ik denk zeker ook komende week en die week daarna dat we vaker ook die droge dagen hebben. Dus dat is echt wel positief nieuws voor de vakantiegangers. Ook op de langere termijn, richting augustus, lijkt er geen hitteopkomst. Die bevindt zich in het zuidoosten van Europa en in Spanje. En dan moet het weerpatroon echt op de schop. Wil dat bij ons gaan veranderen, maar dat houden we de komende tijd uiteraard in de gaten. Tot de volgende keer.